President Chandrika Prasad Santokhi heeft vanmiddag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée maatregelen aangekondigd om de koers te stabiliseren. Afgelopen donderdag eisten DNA-leden dat het staatshoofd in het hoogste college van staat uitleg kwam geven over de op hol geslagen koers. In zijn toespraak vanmiddag stelde de president zich op het standpunt dat de koers op basis van vraag en aanbod moet worden bepaald, maar dat dit jammer genoeg niet gebeurt. Daarom zullen de diverse maatregelen worden getroffen voor korte termijn en gaat het om een eerste fase tot eind van het jaar, zegt president Santokhi. Nou, voorzitter, ik begin met de monetaire maatregelen waartoe de regering heeft besloten. 1. Er zal instructie gegeven. En nogmaals, meneer voorzitter, laat me dat vooraf zeggen, dat er vele maatregelen eerder getroffen zijn. In het platform koersbeheersing, koersstabilisatie. En we hebben gezien hoe dat uitgepakt heeft. We hebben ook dat geëvalueerd. Dus bepaalde van de maatregelen zijn ook op basis van een stukje evaluatie geweest, meneer voorzitter. En eerste maatregelen, welke aan ik aan uw college wens voor te houden, meneer voorzitter, is de instructie aan de justitiële autoriteiten en de politiële autoriteiten om de illegale handel in vreemde valuta, als ook wisselkantoren die zonder een geldige vergunning opereren, aan te pakken. Het staatshoofd benadrukt te weten dat dit weldoordacht hervormingsprogramma geen populair traject is, omdat het pijn doet en onzekerheid en onvrede creëert in de samenleving. Het hebben van natuurlijke en menselijke hulpbronnen is niet voldoende om welzijn en welvaart tot stand te brengen, meent het staatshoofd. We moeten een duurzaam hervormingsbeleid hebben, sterke instituten hebben, voldoende capaciteit hebben en bereidheid van ieder om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. De voorzitter, ondertussen weten we ook dat het realiseren van deze doelen een gemeenschappelijke inspanning is van de regering, het parlement, het bedrijfsleven, de vakbeweging, NGO's, religieuze en andere sociaal-maatschappelijke organisaties. En een verantwoordelijke regering luistert en indien nodig past het financieel-economisch beleid ook aan. Wij weten, meneer voorzitter, dat de lasten voor bepaalde groepen te zwaar zijn geworden en dat het ingezette beleid getemporiseerd zal moeten worden. President Santokhi meent dat de rust moet terugkeren binnen het land, omdat de koers de prijs bepaalt van bepaalde producten en een stabiele koers kan voor rust zorgen. In onze nieuwsuitzending van morgen komen we terug op deze toespraak van het staatshoofd, die ook maatregelen aankondigde voor onder andere de basisgoederen en internationale schuldherschikkingen.